Hey, ik heb een berichtje van Brawl Stars. Wat zou dat nou eens zijn? Ik weet het wel. Ik weet het, maar ik ga jullie nog heel even in spanning houden. En misschien dat je het trouwens al weet. Ja, dat zou best kunnen als je het al bij andere YouTubers of influencers hebt gezien. Zou het al kunnen dat je het weet. Maar in ieder geval, voordat ik het ga vertellen, smash dat duimpje omhoog. Zouden we 5000 likes kunnen halen, zou heel nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten, gebruik natuurlijk de code Bowz en checkbowz.nl voor Bowz uit mijn kleding. Maar nu laat ik jullie niet meer langer in spanning, want als je naar de winkel gaat, dan heb je hier natuurlijk vingervlugge Edgar. Die is momenteel nog niet beschikbaar. Daar moeten we nog 2 dagen op wachten. Maar ik heb iets leuks. Ik heb iets leuks, want ik heb vingervlugge Edgar gekregen van Brawl Stars. Het was een soort van cadeautje richting influencers. Van, hé, hier heb je een skin. Doen ze eigenlijk normaal nooit. Dit is de eerste keer dat ik gewoon echt daadwerkelijk een skin krijg. Dus op zich vind ik het wel echt leuk. Maar het leuke is dat hij dus op zich nog niet eens uit is. Dus ik kan ziek gaan trollen met deze skin. Want iedereen denkt, huh, is het misschien een hacker? Hoe komt hij aan die skin? Want hij is nog niet eens uit of ze gaan denken dat ik misschien een maker ben van Brawl Stars. Ik vind het wel geniaal. Dus we gaan solo showdown maps testen. Op dit moment heb je solo showdown. En dat gaan we doen met de Edgar skin. En ik moet dan proberen een win te halen door alleen maar te teamen. En Edgar is daar op zich wel een goede knokker voor. Omdat je weg kan springen. Mocht iemand je toch backsteppen, kan je gewoon wegspringen. Dus ik probeer een win te halen zonder iemand aan te vallen. En door alleen maar te teamen. En zorgen dat mensen echt denken, huh, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Eens kijken of dat gaat lukken. Maar laat ik maar naar Postpark in. Gaan. En trouwens, wat ook heel nice is, ik had een map gemaakt, Mega Bowz. Die is in totaal 14.852 keer gespeeld. Hij heeft zoveel stemmen gekregen, dus dat is best wel veel. De helft van die stemmen waren positief en de andere helft niet. Dus ja, meestal, als je rond de 50% zit, doe je het prima. Als je er net boven zit, dan is het echt een goede map. Maar ik denk niet dat mijn map het gaat worden, maar 14.800 stemmen is wel heel veel. Dat sowieso. Maar hier, skin donatie, vingervlugge en Kai. Dat is toch wel echt heel nice. Ophalen. En hier is hij dan nog. Hier is hij. Ja, ik heb gewoon mazzel voor 1 keertje. Normaal gesproken moet ik zelf ook altijd edelstenen kopen en uitgeven om skins te krijgen. Maar nu een keertje niet. Nu krijg ik hem gewoon gratis. Dus dat is wel heel leuk. Dan ga ik even Edgar opzoeken. Waar heb ik Edgar staan? Die heb ik hier zo staan. Dan hebben we de nieuwe skin voor Edgar. En hij is momenteel niet eens uit. Kijk, hij is nu wel uit mijn store verwijderd. Dus net was hij nog 2 dagen beschikbaar. Nu is hij uit de store verwijderd. Ik doe wel even deze sterrenkracht. Ja, dat is helemaal prima. Dan gaan we even solo maps testen. Dat vind ik ook altijd leuk om te doen. Maar nu doen we er dus een challenge bij dat ik niemand mag aanvallen en gewoon moet teamen. Wow, yo. Wat voor map is dit nou weer? Oké. Ik denk dat ik misschien beter eventjes kan gaan wachten. Ja, hoe kunnen we ooit in deze map een winnaar halen? Dat kan bijna niet. Ik vind de map op zich wel leuk. Ik wacht heel even totdat ik mijn super heb. En dan ga ik de jump maken naar het midden. Maar op zich, ik vind deze Edgar skin wel echt heel leuk. Om eerlijk te zijn, ja, ik vind hem echt heel nice. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. Maar waarschijnlijk, als deze video trouwens online komt, dan heb ik deze, of dan is de skin al wel uit. Maar dat komt omdat ik video's altijd even in tevoren maak, zeg maar. Dus, oké, ik ga nu de jump maken. Dus ik loop altijd 1 of 2 dagen voor qua video's. Dus als ik nu een video opneem, komt die 1 of 2 dagen later online. Ah, stomme Leon. Stomme Leon, die gunde ook helemaal niet. Dat is weer jammer, we zijn derde geworden. We hebben nu wel 5 wins gehad met Edgar. Ik moest nog 1 win halen en had ik die opdracht voltooid. Was ik eigenlijk helemaal vergeten. Nou, dat is chill, krijgen we nog even 300 punten erbij. Ik zit op dit moment alweer op vet veel grote dozen. Hoeveel grote dozen heb ik alweer? Ik heb alweer 12 grote dozen vrijgespeeld. Dat is toch wel vrij ziek. Dus als Squeak uitkomt, jongen, ik ga een lijpe doosopening doen. En dan moet ik wel Squeak meteen gaan krijgen. Dit is volgens mij zo'n map met minigames of zo. Volgens mij, ja, zo 100%. Ik ga even hier zo staan. Ik ga niet irritant, ik ga niet hitten. Ik ga gewoon proberen krachtpunten te pakken. Ja, dat was het idee. Dat kan gewoon niet. Anders had ik best wel wat krachtpunten hier kunnen pakken, denk ik, om eerlijk te zijn. Maar we gaan het doorproberen, we gaan het doorproberen. Ik moet gewoon 1 keer een redelijk goede map hebben die niet echt trollmap is. Oké. Deze vind ik wel nice. Wat gaan we doen? Gaat iemand die jump maken? Ik denk, ja. Waarom komen ze dan bij mij in het ding? Oké, ik kan wel de jump maken. Oh, toch niet. Oh, yo. Hier lagen vet voor kistjes. Oh, dit is echt niet normaal, deze challenge. Als ik dan gewoon kan aanvallen, dan kan je gewoon ook gaan voor die kistjes. Maar ja, ik mag die kist wel openen, maar ik mag die tegenstanders dan vervolgens niet hitten. En dat is wel vrij lastig als er allemaal tegenstanders ook rondlopen.
Wat is dit nou weer voor map? Echt, die maps van vandaag. Dit slaat helemaal nergens meer op. Dit slaat helemaal nergens meer op. Oké, ik moet even uitkijken. Ik ga hier even rondlopen. Ah, help, 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 help. Nee, echt. Niemand gunt gewoon. Maar volgens mij heeft niemand ook door dat ik zeg maar die nieuwe skin heb. Die nog niet uit is, omdat het allemaal van die kleine maps zijn. Weet je wat? Als we een keer een normale map tegenkomen. Hier, dit lijkt meer op. Dan zien jullie me weer. Nou, jullie zien me nu weer. Oké, top. Kijk, als het goed is, hebben ze nu niet door, zeg maar, dat ik... Of moeten ze nu wel door hebben dat ik een nieuwe skin heb. Ja, volgens mij heeft die Daryl het wel door. Volgens mij heeft die Daryl het wel door. Ah, oh, stomme Piper. Ga je niet doen dan. Hier, Dina, ik wil vriendjes zijn. Ik wil vriendjes zijn. Ik wil jullie niet aanvallen. Als jullie ook mijn vriendjes willen zijn, dat zou helemaal top zijn. En volgens mij wil die Dina vriendjes zijn. Ik weet niet of Dina vriendjes wil zijn. Oké, hij heeft het in ieder geval daar opgemaakt, Dina. Dus op zich is dat wel relaxed. Dus dat betekent dat daar gevochten gaat worden. Wat gaat hij nou? Als hij zijn super gooit, ga ik weg. Oké, die Dina die gooit zijn super maar de andere kant op. Hij laat zijn super gewoon op mij. En in principe is dat ook prima. Oh. Ik moet hier weg. Oké, ik ga meteen naar boven. Ah! Nee, Dina. Oh, hij laat me leven. Hij laat me leven. Dina, maak, je bent mijn homie, jongen. Je bent mijn homie. Oké, nice. Die Dina die laat gewoon super op mij. Dat is prima. En dan vervolgens gaat hij de rest aanvallen. Oh, dit zou wel heel baas zijn als ik op deze manier een win kan halen. Dit zou toch wel genius zijn. Ik heb nog 2 gadgets. Of 3 zelfs. Dus ik kan daardoor sneller mijn super halen, mocht dat nodig zijn. Die pipe gaat nu daar dood. Dan hebben we nu nog Bo. En dit gaat wel spannend worden. Als we tot slot die Dynamike hebben, moet ik eigenlijk gewoon de hele tijd die Dynamike ontwijken. Dat is het gewoon. Volgens mij heeft die Bo ook door dat ik een nieuwe skin heb. Volgens mij wel. Ja, sowieso. Die zit ook te spinnen als een gek. Dit is wel baasdag. Oké, nu moet het goed gaan komen. Oké. Hoe gaan we dit doen? Ik wacht heel eventjes. En dan zometeen... ik ben bevrijd. Oké, ik moet nu heel tactisch gaan spelen. Oké, Dina, je mag een hit doen. Dan kan die langzamerhand zijn super krijgen. En ja, dat is top. Oh nee! Niet Dynamike killen. Dynamike is mijn homie. Maar ik moet hier dus een win uithalen. Zonder dat ik mensen ga aanvallen. Hoe ga ik dat doen? Het gif wordt nu wel kleiner. Ik moet dan het gif uitleven of zo. Dan zou het kunnen. Check die Dynamike ook. Hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? Dit kan toch niet? Oké, wat doet die Dyna? Oh, die gaat nu volop in de aanval. Oké, ze gaan nu op die Dyna. Ja, ze zijn nu boos op die Dyna. Oké. Ik blijf gewoon lekker spinnen. Oh, ik wil hem winhalen. Wat gaat die Bibi doen? Die gaat zelfmoord plegen. No way. Gaat het gebeuren? Yay! Hoe baas is dit? Het is gewoon gelukt. Die had ik even niet zien aankomen. Want ze pleegt allebei gewoon zelfmoord. Ik heb gewoon hem ingehaald zonder aan te vallen. Lol. Dat is wel baas. Nou, de challenge is gehad. En de challenge is gehad met de nieuwe Edgar skin. Maar dan gaan we nu gewoon even een paar potjes doen. En nu mag ik wel gewoon aanvallen. En nu ga ik volop strijden voor de kistjes. Dus nu ga ik proberen zoveel mogelijk kistjes te krijgen. En dan hoop ik dat ik nog een paar van die maps krijg met van die teleports. Dat zal wel nice zijn. Dat we zeg maar in één keer heel veel kistjes kunnen krijgen. Oké, hier word ik even weg. Oké, maar nu hier. Boom. Oké, hier komt weer een bee. Daar moet ik ook voor uitkijken. Maar die bee moet ook voor mij uitkijken. Volgens mij, sommigen hebben het wel doordat ik die nieuwe skin heb. Anderen hebben het weer niet door. Dit is wel baas. Oké, stop maar bier. Doe niet zo irritant. Oké, daar is die bee nu. Oké, maar ik kan deze nog weer pakken. Dan heb ik toch even 14 krachtpunten. Komt u maar. Ik ga trouwens die hier even kapot maken. Die vind ik heel irritant. Komt u maar. Ik blijf gewoon hier in het midden staan. Dan wacht ik dan dat er één iemand over is. En dan gaan we die pakken. Er is een crow. Er is nog een crow. Ergens moet de crow rondlopen. Als hij... Oh, daar is die crow. Komt u maar. Oh, hij wil ruzie, jongen. Hij wil ruzie. Oké, maar ik doe dit eigenlijk helemaal niet tactisch. Maar alsnog gewonnen. Het scheelde dat ik 14 krachtpunten heb. Ik vind het zo geniaal dat ik gewoon met een skin kan spelen die nog niet eens uit is. Sommigen denken echt, wat? Hoe kan dat? Je ziet ze ook echt spinnen. Maar we gaan weer even door. Ik ga nog even op zoek naar een paar echt zieke maps. Oh, deze ziet er wel ziek uit, deze map. Nu ben ik benieuwd of er ergens een verstopplekje is met allemaal kistjes. Dat zou nice zijn.
Maar dat weet ik niet zeker. Je hebt in ieder geval een beetje rond jumps. Kunnen hier deze teleport nemen? Oh, moet even uitkijken. Oh, die Edgar. Oh nee, die Boots kan hij niet hebben. Ik ga even terug, want hier ligt de krachtpunt. Oh joh, ik moet ondertussen boertjes laten. Maar de map vind ik nice. Ik heb alleen geen idee of er nu ergens kistjes liggen. En hoe je daar dan kan komen. Ik ga eens deze jump naar onder nemen. Waar kom je dan uit? En dan ga ik naar rechtsonder. Ik denk dat hier misschien iets ligt. Ja, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, die gaat net weg, die search. Maar alsnog best wel wat krachtpunten die ik kan pakken. Oh, 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 no. Komt die stomme search weer terug? Oh, jee, jee. Ik had wel de weg gevonden. Dit was echt een leuke map. Die krijgt sowieso een thumbs up. Beetje een puzzelachtig iets. En dan moet je dan naar een speciaal hoekje. En dan heb je allemaal kistjes. Als je niet weet hoe het precies zit, dan is dat best wel vervelend. Maar wat voor map is dit nou weer? Wat? Die, oh lol, was een cold. Oké, dus die heeft massa. Dan kan ik hier de boel killen. En ja, Edgar OP. Oké, we gaan nog op zoek naar één leuke map. Waar ik heel sterk kan worden, dat wordt de laatste map. Op zich al best wel wat leuke maps tegenkomen. Oh no. Oké, we hebben hier nu best wel een zieke map. Daar is een Mortis aan de andere kant. Met heel veel kistjes. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Dus ik wacht eventjes op mijn super. En dan ga ik zo meteen die jump wagen. Oké, komt u maar, Mortis. Komt u maar, komt u maar, komt u maar, komt u maar, komt u maar. Ah, ja. Het was het proberen waard. Het was het proberen waard. Hoe dan? Hoe kan die Mortis zo'n geluk hebben? Oké, maar we moeten nog even door. Oh, deze map is nice. Deze is nice. Oké, dit wordt de laatste. Ah, dan spawn ik helemaal in een hoekje. Als ik nou iets meer naar het midden spawnde, dan had ik nog een kans gehad. Ik heb bijna mijn super, dus dat is wel relaxed. Ja, die prank ook spinnen. Check hem dan. Ja, dit is toch wel geniaal. Iedereen echt, hoe dan, hoe dan, hoe dan. Ik heb nu mijn gadget weer. Ah, ik kan deze jump op zich eerder maken. Ik maak deze jump wel. Ja! En dan heb ik de kistjes voor mezelf. Let's go. Kijk, dit wil je hebben. Oh, dit is toch zo satisfying. Je bent te laat, andere Edgar. Je bent te laat. Je bent te laat. Je bent te laat. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, check dit dan. Iedereen vindt het toch zo geweldig. Oké, wat gaat Frank doen? Oh, die maakt een gat naar het midden. Op zich wel geniaal, weet je. Iedereen wil gewoon team, omdat ze denken, ah, hoe kan je die skin nu al hebben? Oh-oh, die Mortis, die gaat iedereen killen. Die Mortis gaat iedereen killen, ja. Kijk ze spinnen, kijk ze spinnen. Ik vind het wel geniaal. Oh, ondertussen wordt hij weer volop gevochten. Oké, weet je wat? Ik ga nu even attack modus. Ik ga nu ook even attack modus. En dan hier jump, en dan boom, 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 boom. Ik ga nu volop attack. Iedereen wil teamen, ik wil niet meer teamen, ik wil niet meer teamen. Woe, komt u maar, komt u maar, komt u maar, komt u maar, komt u maar. Pak, komt ie maar, komt ie maar. Oh, daar is die Mortis. Ik ga nu even op die search. Ik ga nu even op die search. Yes. En dan moet ik nu weer even de jump terugmaken. Die Edgar daar zit eigenlijk opgesloten. Ja, die krijgt zo meteen super. En hier zat die Mortis. Hij is in ieder geval blij, die Mortis. Maar ja, ik wil hem killen. Ik wil dit laatste potje eventjes winnen. Maar ja, met 15 krachtpunten wordt het wel heel makkelijk. Hij geeft het ook al gewoon op. Nice, mooi afsluiten, mooi afsluiten. Dit was toch wel even een heerlijk potje weer. Maar hey, dat was dit voor deze video. Echt ziek nice dat ik die skin al nu heb. Echt iedereen dacht ook, hoe kan die nou hebben? Maar ja, weet je, ik heb gewoon massa gehad. Ik heb massa gehad. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!